Dit is de presentatie die hoort bij paragraaf 2.3, functies van kunst in het boek Expo. Kunst kan verschillende functies hebben. En het kan gaan om een reactie of een gevoel bij de toeschouwer bewegen te brengen. Om je iets duidelijk te maken, om je iets te laten ervaren. En soms heeft kunst een gebruiksfunctie en soms niet. Dat hebben we in de vorige paragraaf behandeld. Gebouwen zijn bijna altijd bedoeld om te gebruiken. Je ziet hier het AI Filmmuseum in Amsterdam. En het is ontworpen door een Oostenrijks architectenduo Roman Delugan en Elke Delugan-Meisel. In het gebouw vind je een filmmuseum. Dus je kan de geschiedenis van de film daar bekijken. Er is natuurlijk een bioscoop. Er zijn ruimtes om lessen en cursussen te geven. Een winkel en een restaurant. Dus dit gebouw heeft heel duidelijk die functies in zich. We gaan eens kijken wat de leerdoelen zijn voor deze paragraaf. Nou, het doel is natuurlijk dat je de verschillende functies van kunst leert kennen. En dan is dat uitgesplitst in een aantal onderdelen. Je moet weten dat kunst een educatieve functie, een religieuze functie, een decoratieve functie of een gebruiksfunctie kan hebben. Je moet de verschillen van die functies van kunstwerken kunnen herkennen. Je moet kunnen uitleggen waarom een kunstwerk een bepaalde functie of misschien zelfs wel verschillende functies heeft. En je moet kunnen beargumenteren welke functie van een kunstwerk het belangrijkste is. Hier zie je de Markthal in Rotterdam. Deze heeft meerdere functies. De ene functie is dat hij fungeert als een markthal, als een overdekte markt waar je producten kunt kopen. En in de buitenste laag kun je wonen. Dus het heeft twee functies. Winkels kunnen hun producten verkopen en mensen kunnen wonen in de markthal. Je ziet hier een vorm van educatieve functie. Educatief wil zeggen onderwijzend. Dus het wil je iets leren. Educatieve kunst wil je iets leren. In het onderwijs wordt ook wel educatie genoemd. Dus die link moet je kunnen leggen. Het wil je iets leren. Dit werk wat je hier ziet noemen we een vanitas stilleven. En het is een waarschuwing. Hier zie je allemaal elementen die verwijzen naar het feit dat het leven eindig is. Dat we niet voor eeuwig leven. Je ziet een schedel. Je ziet een kaars die bijna opgebrand is. De bloem die natuurlijk aan het vergaan is vanaf het moment dat die geknipt wordt. En los is van zijn plant. Er zit een klokje in die verwijst naar de tijd. En dit moet je leren dat je een goed leven moet leiden. Een deugdzaam leven moet leiden. Dat je nou moet denken dat je leven niet voor eeuwig is. En dat je dat zo goed mogelijk moet leven. Dan gaan we naar een ander werk, een hedendaagse werk. Dit werk is van de Britse kunstenaar, street art kunstenaar Banksy. En hij wil graag, nou heel vaak in zijn werk, maatschappelijke problemen aankaarten. De wereld is niet altijd even mooi. En je ziet hier een werk met als titel Slave Labor, dus slavenarbeid, gemaakt in 2013. En een klein jongetje naait de Union Jack, de Engelse vlag. En dit is een protest tegen kinderarbeid. Werk heeft ook een religieuze functie. In dit geval een mythologische functie. Je ziet hier Atlas. Atlas was een god, Griekse god, vocht tegen Zeus. En Zeus strafte hem en daardoor door hem werd hij naar het einde van de wereld gestuurd. En hij moest daarvoor eeuwig hemel en aarde op zijn schouders dragen. Nou, gaat er nog een verhaaltje over Atlas. Perseus heeft Medusa onthoofd. En daar komen we in de les wel een keertje op. Dat gaat absoluut een keer gebeuren. En de Gorgonen waren ontzettend boos op Perseus dat hij Medusa had onthoofd. En ze zaten achter hem aan. Perseus klopt aan bij Atlas. En Atlas zegt, nou weet je wat, ik ga jou geen onderdak geven. Perseus boos natuurlijk. En hij verandert Atlas ter plekke in steen. Nou, op die plek gaat het verhaal dat er een gebergte ontstond. Dat noemen we het Atlasgebergte, wat in Noordwest-Afrika ligt. Is natuurlijk niet iets waar je mee aan kunt komen in je aardrijkskunde les. Maar het is een mythologisch verhaal. Dus het vertelt een verhaal over de goden. De Bijbel is natuurlijk ontzettend lang heel erg belangrijk geweest in de kunst. En je ziet hier een schilderij van de kunstenaar Caravaggio.
En hij heeft hier het moment afgebeeld dat Judith het hoofd van Holofernes afsnijdt. Nou, dat zegt u natuurlijk nog helemaal niks, dus ik ga je een klein beetje achtergrond geven. Er was een enorme strijd gaande tussen de Assyriërs, waar Holofernes bij hoorde, en het Joodse volk, waar Judith bij hoort. Een Joodse stad wordt belegerd door Holofernes en al zijn manschappen. Hij is de legeraanvoerder. En hij krijgt van zijn koning, Nebukadnezar II, de opdracht om Judea te veroveren. De Joden staan op het punt om zich echt over te geven. Die kunnen het niet meer aan. En Judith en haar bediende trekken hun. In ieder geval Judith trekt haar mooiste kleren aan. Zij dringt het vijandelijke kamp binnen. Ze wordt onthaald door Holofernes, want hij vindt haar wel een mooie vrouw. Zij voert hem dronken en op het moment dat hij wil gaan slapen, snijdt ze met een zwaard zijn hoofd eraf. Ze neemt het hoofd mee, terug naar het Joodse volk. En de Assyriërs die zijn helemaal in paniek, want die hebben ineens geen legeraanvoerder meer, slaan op de vlucht. En zo blijft Judea van de Joodse bevolking en niet van de Assyriërs. Dus dit is een moment uit de Bijbel waarop vastgelegd is dat het hoofd van Holofernes gescheiden wordt van zijn romp door de mooie Judith. Kunst kan ook een decoratieve functie hebben. Gewoon voor de leuk, voor de mooi. Het linkerwerk is niet alleen maar decoratief. Er zit een enorm verhaal in. Daarvoor moet je het echt goed gaan bekijken, goed gaan lezen. Het is een Nederlandse kunstenaar, Jozef Klibanski, die dat werk gemaakt heeft. Het is groot. Heel leuk om te zien. Er zitten allerlei verwijzingen naar onze wereld om ons heen, zoals wij hem nu kennen. Rechts onderin herken je misschien wel Bambi. Heel hedendaags beeld. Dus kunst kan ook gewoon voor de mooi zijn. Puur ter decoratie. Kunst kan ook een gebruiksfunctie hebben. Daar hebben we het al eerder over gehad toen we het hadden over de markthal. Twee gebruiksfuncties. Links is een kast waar je spullen in op kan bergen. En rechts heeft ook een gebruiksfunctie. Dat is een affiche wat jou laat weten dat er een tentoonstelling is van de ontwerpers van Pastou, waar ook de kast van is. Je weet waar je moet zijn, want je moet naar de kunsthal als je die tentoonstelling er wilt zien. En nu ben je al te laat, want het was in juni 2013. Hiermee hebben we alle functies van kunst behandeld. Ik ga nog even terug naar de leerdoelen. We hebben gekeken naar de verschillende functies van kunst. Je moet weten uiteindelijk, dus dat moet je uit je hoofd leren, dat er een educatieve functie, een religieuze functie, decoratieve functie of gebruiksfunctie kan zijn bij kunstwerken. Je moet ze ook kunnen herkennen, die verschillende functies van kunstwerken, van de verschillende functies van die kunstwerken inderdaad. Je moet kunnen uitleggen waarom een kunstwerk een bepaalde functie heeft of verschillende functies heeft. En je moet kunnen beargumenteren welke van die functies het belangrijkste is voor het kunstwerk. Korte presentatie, korte paragraaf. Succes met leren!